Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are bringing you all the evidence based on the secret testimony of the miserable souls who have survived this terrifying ordeal. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? Hallo weer. Deze keer vertellen Luc en ik je over onze grote verwachtingen van het filmjaar 2016. Welkom bij Cinema. I, Jerrica Benton, am living the most unexceptional life. Get one of those grocery bags. My sister Kimber and I live with our Aunt Bailey and her two foster kids. Here she is. Sing one of your songs. I don't like being on camera. Muzikale YouTube-sterretjes blijven onverminderd populair en dat heeft Hollywood nu ook door. In de nieuwe film Jam and the Holograms volgen we zo'n kindsterretje en zij heeft een heus achtergrondverhaal. Jam is een weesmeisje dat aan de hand van haar muziek uitgroeit tot een internetsensatie. Samen met haar zussen maakt ze een met muziek doorspekte reis naar Los Angeles. Hier probeert ze een laatste boodschap van haar vader te ontcijferen. Jam and her band of sisters revealing a whole new look. You're on the radio! No. Oh my god, we're on the radio! I would have never guessed that coming here would mean a whole new Jerrica. You mean Jem. The whole world wants to know who you are right now. An icon is not one of four, it's one of a kind. You don't want us around anymore? That's not how a family's supposed to act. This is just the beginning. The version of me that they want doesn't exist. Who of you feels special? When I was young, I always think about my future as being very successful, as, you know, having a great career, having a great life and great friends. I want to have a life that is worth living. Be a header. Be a good. Al van jongs af aan keek Esther Gould heel erg op tegen haar oudere zus Rowan. Sterker nog, ze wilde haar eigenlijk wel zijn. Precies zo vol van zelfvertrouwen, onbevreesd en bomvol energie. En zo blijkt ook met een flinke scheut narcisme. A Strange Love Affair with Ego. Zoals de titel al laat raden, deze documentaire gaat over de zus van Esther Gould. Ze verkent wat narcisme inhoudt en daarvoor volgt ze vier vrouwen die haar sterk doen denken aan haar zus in verschillende levensfasen. Een schoolmeisje, een kunststudente, een ster van de modescene en een kunstenares. Op het ITVA vond de jury dit de beste Nederlandse film en terecht. Maar wees wel voorbereid, vooral voor jongeren is dit herkenbaar en interessant. Gaat het met je? De laatste tijd? Ja, niet goed. To believe in yourself, no matter what people say to you. And to know that no matter what you've been through, it's never too late. You can always be who you want to be and be loved for who you truly are. You are a cinema. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconne encore, mais là la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Films over soldaten in oorlog kennen veelal een vast stramien. Maar de nieuwe film The Wakan Front geeft wellicht een bovennatuurlijk tintje aan de oorlogsfilms die wij zo goed kennen.
Een divisie Franse soldaten is gestationeerd in Afghanistan, vlak tegen de grens met Pakistan. Kapitein André Bonacieux staat op het punt zich terug te trekken met zijn troepen, maar krijgt nog een opdracht om de afgelegen vallei van Wakhan te gaan bewaken, in de grensstreek met Pakistan. Een routineklus, zo lijkt het. Maar vanaf een bepaalde nacht in september 2014 verliezen Antares en zijn mannen de controle. Soldaten beginnen op mysterieuze wijze te verdwijnen. De laatste release van 2015, maar gelukkig staat 2016 daar alweer voor de deur met een hele lading nieuwe mooie films. En daar zijn we zeker naar aan het uitkijken. Nou Luc, welke film wil jij zeker zien in 2016? Ja, ik heb het geluk dat een van mijn bijna favorieten al in de eerste week van januari gaat uitkomen. Dat is namelijk Creed. Het is een soort vervolg op de Rocky franchise, een van mijn favoriete filmreeksen. Rocky is mooi geëindigd met Rocky Balboa, deel 6 in 2007, zeer ondergewaardeerd. En ze vonden toch een manier om Rocky springlevend te houden, namelijk als trainer van een nieuwe generatie. De film wordt heel goed ontvangen in Amerika, echt heel goed, Oscar-waardig noemen ze het bijna. Dus dat belooft veel goeds. En de naam Creed is ook wel bekend al voor Rocky-fans. Ja, Creed, in dit geval gaat het over de zoon van Apollo Creed. En Apollo Creed was de beste vriend / vijand in het begin van Rocky in de eerdere films. Is dat true? How do you know all this? I'm a son. Looking at the world through the TV, a day room, rapping over peace with the cake. They made electric chairs for his dying day. Last meal, storm pills, then try to stay. Death row like sugar in a late pot. Maybe he could dig a tunnel while they ain't blocked. A great fighter once said, it ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. De eerste van 2016 waar jij naar uitkijkt? Ik moet dan zeggen dat ik vooral uitkijk naar Hail Caesar, de nieuwe film van de Coen Brothers. Nou, ik niet zeggen dat alles van de Coen Brothers per se super is. Ik denk van, nou, ik moet alles zoveel mogelijk zien. Maar deze trekt wel erg bijzonder mijn aandacht. Aangezien ik als oud-historicus ook interesse had in Caesar. En toen ik überhaupt al zag dat deze gemaakt ging worden, dacht ik van, oh, die ben ik wel heel benieuwd naar. Het gaat wel over op een filmset. Er wordt een film gemaakt over Julius Caesar. En de grote ster, gespeeld door George Clooney, wordt gekidnapt. En dan moet een zakenregelaar van Hollywood, Eddie Mannix, gebaseerd op een echt persoon, moet hem gaan terug zien te vinden. Of in ieder geval zorgen dat de film toch kan worden gemaakt. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Hello, Bert. Hello, Mr. Mannix. Lawrence, Hobie, thank you all for coming. The studio needs your help. Baird Whitlock has been kidnapped. This is bad. Bad for movie stars everywhere. She sings the perfect harmony. Let's spend 24 hours. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is going to cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Eddie? So won't you tell me no truth? I wanna holler your lines. Don't you tell me no truth? I won't holler your lines. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. Wondering what's going on? Jouw beurt weer, Luc. Wat is de volgende? Dan ga ik toch voor Captain America Civil War, ook wel Avengers 2.5 genoemd. Aangezien iedereen van Avengers erin meespeelt, behalve Thor en Hulk. En deze Captain America film gaat over het feit dat de regering wil gaan vastleggen wie nou die speciale superkrachten hebben en wie niet. En er ontstaat een tweestrijd tussen de Avengers. Aan de ene kant kamp Tony Stark, aan de andere kant het team Captain America. En zij gaan tegen elkaar vechten en uitmaken
wat nu moet gebeuren eigenlijk met de rest van hun leven. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do? We fight. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Ruud, noem maar nog eens één die jij graag wil zien in 2016. Nou, eentje waar ik echt heel erg naar uitkijk is 999. Het is een nieuwe film van John Hillcoat. En ja, van een relatief nieuwe garing regisseur. Dus hij is wel echt een van mijn favorieten. Hij maakte hiervoor eerst bijvoorbeeld al The Proposition. Australische western, geschreven door Nick Cave. Dus daarom überhaupt wel ubercool. En ook The Road. En dat is echt een van de meest grimmig denkbare films die er is. Hij is visueel sterk, maar weet ook heel veel spanning op te bouwen, et cetera. Hij maakt gewoon echt compleet een kunstwerk van de films die hij maakt. 999 is zeer interessant, omdat het gaat over een groep criminelen die een hele grote slag willen slaan. En ze bedenken, om alle politie af te leiden, moet ze één politieagent ergens anders de stad vermoorden. Want als er een politieagent wordt vermoord, dan gaat alle politie daar naartoe. En dan kunnen ze gewoon dik aan de gang gaan. Alleen al, dat is een interessant principe. En als je de trailer ziet, heel veel mooie rode kleuren erin, die op een hele mooie manier de aandacht trekken. Ik ben benieuwd. Wat is jouw nummer drie? Mijn nummer drie, waar ik naar uitkijk in het najaar, is we gaan terug naar de fantastische magische wereld van Harry Potter in Fantastic Beasts and Where to Find Them. Gebaseerd ook op een boekje van J.K. Rowling, dat is zo dun. En het vertelt eigenlijk een compleet nieuw verhaal binnen de wereld van Harry Potter. Het speelt zich af in de jaren 2030 in Amerika, binnen hetzelfde magische universum. En we volgen een jonge man die eigenlijk bezig is met een boek schrijven over fabeldieren binnen die wereld. En we zien een beetje zijn ontdekkingsreis. Dus het staat heel erg ook los van Harry Potter. Maar ik ben heel benieuwd of we daar nog zin in hebben in een film binnen die wereld. Ik denk het wel, maar we zullen het zien. Yesterday a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately some have escaped. Was open? Just a smidge. Mr. Scamander! Ruud, ik geef je hierbij het podium om nog één film te benoemen waar jij in 2016 naar uitkijkt. Nou, dat wordt dan wel een beetje een guilty pleasure van mij. Dad's Army.
verfilming van de oude tv-serie Brits. Dan ben ik sowieso een enorm liefhebber van Britse comedy. Zeker ook omdat ik ermee aan de gang ben gekomen door Allo Allo van dezelfde makers als Dad's Army. Is dit wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Dit is echt een compleet nieuwe cast met echt erg ontzettend interessante sterren die zijn aangetrokken om die oude rol een nieuw leven in te blazen. En ik moet zeggen, iedereen lijkt op zijn plek. Vooral ook zeker Toby Jones, die Captain Mannering speelt. Met er tegenover Bill Nighy als de eigenlijk veelbeleerdere sergeant die onder hem moet dienen. Volgens mij wordt het echt gewoon een feest van A, herkenning en B, gewoon echt een nieuwe filmisch verhaal wat ervan is gemaakt. Ik kijk er echt naar uit. Ik begreep ook dat in deze film originele acteurs uit de oorspronkelijke serie meespelen op hoogbejaarde leeftijd. Dat is zeker waar. Onder andere Ian Levender, die Pike speelde, de soldaat Pike in de eerste. Het hele jonge mannetje daarin juist is nu als een heel oude man daarin te zien. Zijn eigen oude rol wordt gespeeld door Blake Harrison, die mensen heel misschien zullen kennen van de Inbetweeners, een serie die onder andere Veronica heeft gedraaid volgens mij. Maar behalve hem is er ook nog de pastoor uit de oude serie, wordt gespeeld door dezelfde man. Dat maakt het wel weer heel erg raar en bijzonder. These heroes are Britain's last line of defense. He's been on the run. He'll be tired and hungry. If you won't come quietly, you know what to do. There he is, sir. Wilson, do something! I'm doing an article on the Home Guard. Will you come? Highly recommended. Godfrey, look like you're on a cruise to the South Sea. Oh, thank you so much, sir. Voor dit kalenderjaar. We wensen jullie alvast alle goeds en op naar een nieuw filmjaar in 2016. Blijf nog even zitten voor de filmagenda en de coming soon trailer van Star Trek Beyond. Tot volgend jaar. Is that music? It's a good choice. Hey, well played. We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one? We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical. Let's hope this doesn't get messy. This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back. What the hell is this? I know why you're here. Why we are all here. Okay, let's never do that again.